Breda Nu. Je weet het meteen. Vanaf 1 januari kun je hier op de Haagdijk het eerste kwartier gratis parkeren. De gemeente heeft hiervoor gekozen, zodat mensen even snel een boodschap kunnen doen. Hoe kwamen jullie op het idee om dit plan uit te gaan voeren? Nou, het is sowieso in de aanloopstraten zie je dat er veel winkels zitten die even snel je spulletjes wil halen. Witgoed, dierenwinkels, schoenenzaak, waar je even speciale schoenen wil halen. Nou, daar past het bij als je heel eventjes naar binnen kan en dat je dat dan gratis doet. En was daar veel vraag naar? We hebben verschillende vragen gehad om dit te doen inderdaad. En hopen jullie in de toekomst dit op meerdere plekken te gaan doen? Nou, we hebben nu in ieder geval gezegd dat we de aanloopstraten, dat we het eerste kwartier gratis willen gaan doen. Nou, we gaan de effecten daarvan gaan we heel goed monitoren en misschien dat we dat op meer plekken dan ook zouden kunnen gaan doen. En het is voor de mensen wel belangrijk om te weten dat ze alsnog wel een kaartje moeten trekken, toch? Ja, want we moeten kunnen controleren of ze inderdaad niet meer dan een kwartier staan. We doen wel tegelijkertijd een proef met het kenteken parkeren, maar het is wel belangrijk om nog steeds een kaartje onder de voorruit neer te leggen. Wat vindt u van dit nieuwe project? Heel erg fijn. Zeker voor onze winkel is het heel belangrijk dat klanten echt even binnen kunnen wippen voor een boodschap en zich niet zo druk maken om het parkeren. Ja. Denkt u dat veel mensen daar gebruik van gaan maken? Ja, want de vraag van tevoren was al groot. Van wanneer gaat het in en ga je het bereiken en zo. Dus wij denken dat er heel veel gebruik van gemaakt gaat worden. En denkt u niet dat 15 minuten eigenlijk net te kort is? Ja, langer zou leuk zijn natuurlijk. We hadden ook ingezet op 30 minuten. Maar ach, dit is al een mooi begin toch? Al mooi meegenomen. Wat vindt u van dit nieuwe project? Ik denk dat het een heel erg goed idee is, want deze straten hebben het toch wat moeilijker ten opzichte van de binnenstad. En het voordeel is dat mensen hier met de auto kunnen komen en nu kunnen ze even snel een boodschap doen. Een zwaardere boodschap zoals hondenvoer of ik noem maar iets. Kunnen mensen gewoon lekker even snel meenemen. Ik denk dat het heel erg goed is voor deze straten, voor dit winkelgebied. Ja. En denk je niet dat 15 minuten net te kort is? Nee, ik denk het niet. Ik denk het is inderdaad goed voor een snelle boodschap, als je weet wat je hebben wil, kun je dat gewoon even halen. En als je meer boodschappen wil doen, dan heb je toch in ieder geval het eerste kwartier gratis.